Ja, want ja, hoe zeg je zoiets? We gaan uit elkaar. Dus het ligt niet aan corona. Relaties gaan uiteindelijk niet alleen om met wie je samen wilt zijn. Het gaat er ook om wie wil jij zijn in zo'n relatie. Nee, voor alle roddels en dergelijkheden. Er zijn nog geen andere mensen in het spel. Dit wordt een iets serieuzere video waarin ik uit ga leggen waarom ik ga scheiden. Ik heb er een hele tijd over nagedacht van hoe ga ik nou zo'n video maken. Want het is een best lastig onderwerp. En mensen gaan al heel snel op zoek naar een schuldige van aan wie ligt het? Wie zit er goed? Wie zit er fout? En dat is dus eigenlijk niet wat ik met deze video voor ogen heb. Ik wil gewoon heel duidelijk uitleggen hoe het zit en waarom dingen zo zijn. Ik heb op Instagram ook al de nodige vragen gekregen en ik dacht, ja, misschien is het gewoon tijd om er een video over te maken. Ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ik het best lastig vind, best moeilijk vind. Ik ben ook een beetje op zoek naar de juiste woorden, naar de goede woorden om dit te zeggen. Ja, want ja, hoe zeg je zoiets? We gaan uit elkaar met 4 kinderen, 2e huwelijk en alles. Dus dat is echt wel iets wat me een beetje bezig heeft gehouden de laatste tijd. Maar ik wil er ook gewoon heel open over zijn. Ik heb jullie een groot deel van mijn leven laten zien in de afgelopen jaren. Dus ja, waarom ook niet? Als het in goede tijden is, dan ook in de slechte tijden, zullen we maar zeggen. Ja, wij gaan uit elkaar. Als jullie deze video kijken, is het september. Dan zitten we ongeveer zo'n 2 weken voor de mondelingenzitting bij de rechtbank. Voor jullie is het natuurlijk als een donderslag bij heldere hemel, maar voor mij is het dus niet. Het is een proces waar ik al iets langer mee bezig ben. Om heel eerlijk te zijn, is het eigenlijk al iets wat ik 2 jaar geleden in gang heb gezet. Ja, 2 jaar geleden. Dus dat was in de herfst van 2019. Dus het ligt niet aan corona. Het is wel zo dat in de tijd dat we veel op elkaars lip zaten, ik wel weer bevestigd werd in mijn keuze. Ja, ik vind het lastig om dit te zeggen, want het gaat ook niet zozeer over mij. En ik zit toch een beetje met privacy. Mijn aankomende ex-man heeft autisme, of ASS zoals dat tegenwoordig heet. Een autistisch spectrumstoornis. En vaak als ik dit vertel, zeggen mensen, wist je dat dan niet? En dan moet ik gewoon eerlijk zeggen, nee, we hebben pas de diagnose in dit jaar gekregen, in februari 2021. Dus als ik zeg, ik ben al sinds 2019 bezig, kun je nagaan dat het heel wat jaar later is voordat ik een officiële diagnose heb. Dat is niet iets wat ik vind, wat subjectief is, maar dat is dus een diagnose die gesteld is door professionals. En vaak krijg je zo'n diagnose pas als je in je werk en je privéleven vastloopt. Dus vaak zeggen mensen tegen mij, ja, alle mannen hebben wel iets autistisch of ik hou ook van structuur. Nee, dat is het dus niet. En eigenlijk vind ik dat ook heel vervelend als mensen dat tegen mij zeggen. Want zonder in details te treden over mijn leven, het is niet hetzelfde. Dit is toch echt wel iets wat je ja, eigenlijk gewoon pas krijgt als het dusdanig ontspoort dat je gewoon ook niet meer kunt ontkennen dat er iets aan de hand is. En dat heb ik dus moeten doen. In 2019 zijn we gezamenlijk op zomervakantie naar Denemarken geweest. En als je de vlogs op mijn YouTube kanaal ziet, zie je vaak dat ik alleen met de kinderen op vakantie ga. Nu achteraf kan ik dat zeggen, dat heeft er ook mee te maken dat hij autisme heeft, niet tegen nieuwe prikkels kan, het vervelend vindt nieuwe mensen te ontmoeten, andere omgeving, andere schema, ritme, alles wat ik eigenlijk heerlijk vind, ja, dat heeft hij dus niet. Dus vandaar dat het voor ons al natuurlijk voelde om apart op vakantie te gaan. En ik genoot daar heel erg van en nu weet ik dus ook waarom dat zo is. In die zomervakantie gebeurden een aantal dingen waardoor ik echt bij mezelf dacht van hier klopt iets niet. Aanvoelen dat er iets niet klopt en weten wat het is, wat er niet klopt, zijn gewoon heel 2 verschillende dingen. Een hele lange tijd hebben we het gegooid op van oké, we hebben gewoon wisselende karakters, jij bent anders dan ik. En daarvoor zijn we ook in een relatietherapie geweest. Maar goed, dat hielp niet. Individueel is hij ook nog in een bepaalde therapie geweest. En zijn therapeut had ons aangeraden, ga eens als gezin op vakantie. Nou, dat ging dus niet. En ja, ik moest dus weer verder zoeken. Hier loop ik tegenaan. Dit zijn de voorbeelden. Dus uiteindelijk word je dan naar een huisarts doorverwezen. En van de huisarts word je doorverwezen naar een andere psycholoog. In dit geval een GGZ-psycholoog om te achterhalen van wat het is. Daar kom je dan allebei terecht met jouw kant van het verhaal.
Vaag, want ja, ik kon alleen iets met van dit klopt en niet. En ik heb het idee dat er iets niet klopt, alleen ik weet niet wat. Daar liep ik heel erg tegenaan. Nou ja, je hebt ongeveer alles geprobeerd en het werkt niet. Dus ja, dan ga je verder zoeken. En er is altijd een kans dat je er niet uitkomt. Dat je het gewoon hiermee moet doen, hoe vaag dat ook is en hoe weinig bevredigend dat ook is. Omdat je uiteindelijk tot de conclusie komt. Onze karakters botsen en misschien is er helemaal niks met ons beiden aan de hand, maar samen gaat gewoon niet. Ja, dan moet je best wel sterk in je schoenen staan. Ik had voor mezelf zoiets van, nou weet je, dat is het niet. Ik heb het idee dat er iets anders aan de hand is. In december 2019 ben ik bij een GGZ-psycholoog geweest, samen met hem. We hebben allebei onze kant van het verhaal verteld. Ik heb als voorbereiding 4 A4'tjes aangeleverd met dingen waar ik in de praktijk tegenaan liep. En voorbeelden. En uiteindelijk was zij de eerste psycholoog bij wie een lampje ging branden. Van, op basis van wat ik zei, de lijst met voorbeelden, was zij de eerste die dacht van, wacht eens even, dit lijkt op een autistisch spectrum stoornis. Heel 2020 was ongeveer COVID. Nou, ik was moeder van Nova, daar moest ik ook het beste van maken. Ik had nog geen uitslag. Hoe we er ook in stonden, we moesten verhuizen, want dit huis was in aanbouw en uit het andere moesten we weg. Dus ja, ik wist, ik ga hier waarschijnlijk niet voor eeuwig en altijd wonen, maar ik moet hier gewoon weg en er het beste van maken. Om me alvast goed voor te bereiden of van mochten we uit elkaar gaan omdat het niet gaat lukken, ben ik dus ook weer begonnen met werken. Ik werk nu ongeveer weer een jaartje en ik ben geen fulltime huisvrouw meer, dus dat heeft ook een reden. Destijds had ik mijn baan opgezegd omdat het thuis zo'n chaos was en ik ook een stukje stabiliteit wilde zorgen. En ik was gewoon moe van alle schippen, alle ballen in de lucht halen. Nou, dat zorgde ook wel voor een stukje stabiliteit, maar niet voldoende. En dan kom je ook in een fase waarin je afvraagt van hoeveel wil ik eigenlijk nog opofferen om dit te laten werken. Relaties gaan uiteindelijk niet alleen om met wie je samen wilt zijn. Het gaat er ook om wie wil jij zijn in zo'n relatie. Welke rol wil je hebben? Wat verwacht je van een relatie? En ik kwam gewoon voor mezelf achter dat de functie, zoals ik dat dan zeg, functie die ik in een relatie had, waarin ik altijd alles alleen deed, zelfstandig, niemand nodig heb, dat prima is. Ik ben het gewend, want ik ben de hele tijd alleenstaande moeder geweest. Maar het is niet iets wat ik in een relatie wil. Het is gewoon heel simpel. Ik heb er niks op tegen om in mijn eentje te zijn. Maar als ik in een relatie zit, wil ik gewoon graag dingen samen doen. Ja, samen. Echt samen als gezin. Samen. Zo ouderwets ben ik. Meer dan dat kan ik er niet van maken. Ik wil samen met mijn man een bevalling doen. Ja, hij schitterde door afwezigheid. En jullie vroeg je allemaal, waar is die? Nou, ja. Dat. Ik wil samen op reis met de kinderen, met degene met wie ik samen ben. Ik wil andere dingen samen doen en ik wil het niet alleen doen. Het is niet dat ik het niet alleen kan. Ik heb het laten zien dat ik het alleen kan, maar ik wil het niet. Dat is een keuze die ik gewoon voor mezelf maak. Dat ik ook voor mezelf ben van wie ben ik en wat heb ik nodig en hoe sta ik in een relatie. En ik wil niet alleen het gevoel hebben dat ik in mijn eentje de kar trek. In mijn eentje alles doe, in mijn eentje alles regel, want ja, waarom ben ik dan samen? Heel 2020 is eigenlijk een beetje een apart jaar geweest, omdat de corona was. Op de achtergrond speelde ook gewoon nog mee dat hij gediagnosticeerd moest worden. Nou, dat is een traject met je familie, je vrienden, met mij. Iedereen wordt doorgelicht, moest vragen beantwoorden. En ik wist het op een gegeven moment gewoon, omdat ik dingen zag. En ook op internet informatie vond, in een soort van groepje zat met andere vrouwen die ook een partner met ASS hadden. En zoveel was voor mij herkenbaar. Er was gewoon zoveel herkenbaar. Er vielen gewoon zoveel dingen op hun plaats. Dat het voor mij gewoon ook zonder diagnose wel duidelijk was. Het is fijn dat ik een diagnose heb. Dat heb ik puur gedaan. Ook om te kijken van als we uit elkaar gaan, hoe kan ik de zorgverdeling doen? Want nu doe ik best wel heel veel alleen. En in principe is het gewoon zo dat je tegenwoordig toch best wel voor co-ouderschap gaat. Tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. En het is niet dat ik het niet wil. Het is alleen dat we gewoon in dit geval eerlijk gewoon rekening mee moeten houden. Dat iemand het gewoon niet aan kan. Ja, om te voorkomen dat je in een vechtscheiding belandt. In een geharrewar met advocaten wordt. En het een verhaal wordt waarin het lijkt alsof je iemand de omgang met zijn kinderen niet gunt, de tijd met zijn kinderen niet gunt, wilde ik dus wel gewoon een professionele diagnose hebben.
De diagnose heb ik. Helaas moet ik wel gewoon eerlijk zeggen dat het me een beetje tegenvalt dat daar niet heel veel uit duidelijk wordt van ja, wat kan die nou wel en wat kan die niet aan. Ik heb daar dus best wel heel erg in moeten sturen om te zorgen van dat het iets is, een verdeling wordt waarvan ik denk, daar hebben Novan en Chloe ook profijt van. En in principe hoop ik dat de rechtbank over een aantal weken uitspreekt dat ik Novan en Chloe 5 dagen zal hebben en hij 2 dagen. Voorlopig, totdat blijkt dat hij de zorg voor meer dagen aan kan. Dat is een proces. Er zit nou ook een wijkteam op, want als je een diagnose hebt, kun je ook makkelijker hulp inschakelen. Dus eigenlijk is het zo dat de functie van hulpverlener die ik in de afgelopen jaren heel veel vervuld heb, dat ik die gewoon nou eigenlijk heb overgedragen aan de professionals. Want ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil gewoon nu gewoon Josanne zijn. Ik heb er best wel een tijdje mee geworsteld om dit besluit te nemen. Toen ik het op Instagram aankondigde, kreeg ik ook een reactie van, oh, nou dat ga je wel redden, want je doet al toch al heel veel. En dat is eigenlijk ook wel zo. Natuurlijk zijn er heel veel bloggers en vloggers bij wie de partner niet in beeld wil. Omdat uiteindelijk, ja, ik heb hiervoor gekozen en eventuele toekomstige partners of wat dan ook niet. Dit is altijd voor mij geweest. Nu de kinderen groter zijn, Grace en Bailey, kiezen ze er ook meer voor om uit beeld te blijven. En ik weet ook, er zijn ook bloggers en vloggers die het opgeven vanwege de privacy van familieleden. Als je gezamenlijk met je partner dingen doet, is het ook zo dat als het iets minder gaat, dat dat ook in beeld is. Dus in die zin had ik al wat meer speling, omdat het gewoon nog niet het geval was. Maar tussen iemand die bewust niet in beeld wil en iemand die schittert van afwezigheid, zelfs nog tijdens een bevalling, zit wel een wereld van verschil. En toch vond ik het best wel een moeilijke keuze om te maken. Want ja, ik ben best wel iemand die ook altijd best wel heel erg aan anderen denkt. Meer aan anderen denk ik dan aan mezelf. En voor mij speelde een hele lange tijd mee van ja, weet je, op zich, ja, aan autisme kun je niks aan doen. Je wordt daarmee geboren. En ja, als ik hetzelfde nou had, ja, weet je, dan wil je toch ook dat iemand gewoon bij je blijft en je accepteert zoals je bent en alles. En ja, dat soort dingen had ik toch best wel heel erg heel lang. En ja, ik had ook wel een tijdje zoiets van schuldig. Maar ja, aan de andere kant, weet je, ik kon niet spreken van een relatie omdat het gewoon niet zo voelde. Het voelde meer alsof ik een hulpverlener van iemand ben. En ja, ik deed al heel veel dingen in mijn eentje. En dat werd steeds meer. En het is niet erg om heel veel dingen in je eentje te doen als je er allebei tevreden mee bent. Maar als je op een gegeven moment op het punt aankomt in je relatie waarop je daar niet meer blij mee bent. En dat ook aangeeft. En jij daarvoor in de therapie gaat. En je daar beide aan probeert te werken. Maar het uiteindelijke resultaat niet voldoende is. Dan moet je ook gewoon eerlijk bij jezelf nagaan van, is dit wat ik wil? Wil ik de rest van mijn leven dit? Wil ik het volhouden? Want dat was op een gegeven moment wat ik deed. Het was niet meer iets wat ik deed omdat ik doorverliefd op iemand ben, omdat ik stapelgelukkig met iemand ben. Zo zat het niet. Het was op een gegeven moment iets van, ja, volhouden, vasthouden, omdat het je plicht is. En op zich, hij kan er niks aan doen dat hij autisme heeft, maar ik kan er ook niks aan doen dat ik ben en dat ik ook bepaalde dingen in een relatie nodig heb. Het had in onze relatie in elk geval nodig dat hij ook een stapje ging doen en dat sommige dingen gewoon echt wat meer in balans zouden komen, in verhouding zouden komen, dat het minder mijn pakkie aan werd, dat ik meer ook gewoon op hem kon leunen. En ondanks hulp van experts, heel veel mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden, die er meer verstand van hebben dan ik, is dat niet gebeurd. En dat had het gewoon wel nodig, wil het gezond zijn. Dus vandaar dat ik voor mezelf nu de keuze heb gemaakt van, oké, ik ben Josanne. Jij mag jij zijn en ik ben ik. En ik ga verder. En dat is een hele moeilijke keuze naar een relatie van 9 jaar. 7 jaar huwelijk bijna. Maar het is wel een goede keuze. En het is niet over 1 nacht ijs genomen. Er zijn ontzettend veel jaren van therapie en alles aan vooraf gegaan. Want zo ben ik dan ook wel. Ik doe dit soort dingen ontzettend gedegen. Het scheidingsproces is een proces geweest waar ik al 2 jaar mee bezig ben. Dus nee voor alle roddels en dergelijkheden. Er zijn nog geen andere mensen in het spel, want dat is ook altijd wat mensen denken. Zo zit het niet. Ik probeer het eerst gewoon goed af te ronden, ook voor de kinderen. En ik ben benieuwd hoe wij met z'n tweeën daarin verder gaan. Dit huis ga ik achter me laten. Ik kan het niet voor het huis doen, sorry. Ik zal nog wel een keer een video maken van een roomtour of wat dan ook, dat jullie zien wat het was als ik straks in mijn andere huisje woon. Maar ja, hij blijft hier. En ik heb nog geen ander huis. Dus als straks de scheiding rond is, dan zal ik gewoon voorlopig nog hier blijven wonen. Maar op zich verandert daarin niks anders dan
wat het in de afgelopen 2 jaar al was. Dus dat is het eigenlijk. Dit is een beetje het verhaal. Het is best een hele persoonlijke video geworden. Waarin ik toch heb geprobeerd om het zo goed mogelijk te vertellen. En nee, zoals je ziet, ik ben best wel in een proces waarin ik dit redelijk verwerkt heb. Mijn aandacht is momenteel Chloe, Novan, ook Grace en Bailey. Maar in ieder geval mijn gezin. En daar focus ik me op. En als je vragen hebt, wil ik ze best beantwoorden. Stel ze in de comments en als het nodig is, maak ik eventueel nog een nieuwe video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dank je wel ook gewoon voor alles wat ik in de afgelopen jaren met jullie heb mogen delen. Als je een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En tot de volgende keer!